deze nieuwsuitzending. Die is naar aanleiding van een luisteraar of kijkeraar. En die heet XXX. En zijn achternaam is XXX. En die is al een hele tijd abonnee op mijn kanaal. En zijn vraag was... Oh, ik kan het even letterlijk erbij pakken. Het gaat over vaccinatie. Hallo Perry, ben jij gevaccineerd? Hoe is jouw visie ten opzichte van vaccinatie? En moeten mensen zich volgens jou laten vaccineren? Wil je hierover eens een video maken? Ik ben ooit gevaccineerd, dacht ik. Polio? Ik heb al wat gehad, hoor. Toen ik klein was. En daarna heb ik een keer een tetanusinjectie gehad. Dan was ik gevallen met de fiets. Ja, dat is ook een soort vaccin. Tegen de tetanus. Zo, dat is ook alweer heel lang geleden. Dat was 13 of 14 of zo. En ik vond het toen een beetje overdreven, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik had een schaafwond. Ja, ha, 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 ha. Maar ik was ook even bewusteloos geweest. En toen was de politie erbij gekomen. En de ambulance. En ja, voordat ik het wist, zat ik in het ziekenhuis. En toen kreeg ik een tetanusprik. Nou, dat is het eigenlijk. En mijn visie op vaccineren is dat het... ongetwijfeld onder omstandigheden heel verstandig kan zijn. De vraag is, onder welke omstandigheden is het verstandig? Want laten we eerlijk zijn. Als jij een van de chemische spulletje tot je neemt, dat kan je doen oraal. Je kan het doen anaal in de bips. In de anus. Dat heeft ook zo zijn voordelen. Dat is wel een stuk gevaarlijker dan oraal. En die andere mogelijkheid is dat je het via de longen doet. Oh, en de laatste mogelijkheid is dat je het via de huid doet. Met die nicotinepleisters. En neem je de nicotine op door je huid heen. Nou, heb je zo'n beetje gehad. En dat is allemaal zo'n beetje ongeveer hetzelfde bij de opname via de anus. Die is link. Want de endeldarm die heeft ook een opnemend vermogen. En daar stroomt ook bloed doorheen. Maar dat bloed gaat niet eerst langs de lever. Ja, dat betekent dat dat bloed dus, wat daar opgenomen wordt, dat wordt niet gecheckt. Door je lever, dat wordt niet gereinigd. Dus. Nou, als daar iets fout gaat, dan ben je de bok. Maar die zijn vier manieren of zo. Dus een beetje vergelijkbaar. Maar zet je daarnaast een injectie. Dat is levensgevaarlijk. Vergeleken met die andere methodes. Want het gaat daadwerkelijk in grote hoeveelheden direct de bloedbaan in. Als je neemt zoiets als heroïne gebruikt. Ik wil het helemaal niet promoten. Maar als je het dan doet, doe het dan dat je het rookt. Maar niet dat je het injecteert. Het is gevaarlijk om je te laten injecteren. En dat noemen ze dan bijwerkingen. Maar dat is natuurlijk niet zoiets als een bijwerking. Je hebt die chemische substantie die komt in je lichaam en die heeft een uitwerking. En één van die uitwerkingen, dat is precies wat je wil. Maar al die andere gevolgen van de werking,
Ja, dat noemen we dan maar voor het gemak bijwerking, maar dat is niets meer dan een juridische term. Het hoort er gewoon bij. Zoals je, ja, is heel grappig voorbeeld, maar je stapt in een auto, je denkt, nou, hij zit wel lekker en hij rijdt ook wel goed. En dan stap je weer uit en denk je, hey, ik ben helemaal niet meer thuis, waar ben ik? Ik ben op een hele andere plek. En dat je dan zegt, ja, dat is de bijwerking van de auto. Nee, het is gewoon de werking van de auto. Dus een van de gevolgen van de auto is dat je lekker droog zit en je hebt een lekkere stoel onder je bibs. Maar het andere gevolg is dat je die auto kan rijden en dan ben je plotseling ergens anders. Maar het is één auto, niet met... Nee. Het is een bijwerking van de auto dat je je verplaatst. Dat is regel 1 van de farmacie. Als je farmacie gaat studeren, een van die hoofdwetten. Want er zijn geen bijwerkingen van medicijnen. Er zijn alleen maar werkingen. En een aantal van die werkingen, dan mag je hopen dat dat altijd positief is. Maar dat is niet uitsluitend positief. Want er is die werking van het medicijn zonder meer. Met een positief resultaat en een negatief resultaat mogelijk. En al deze dingen in acht genomen. Ja, sta ik niet te popelen om mij te laten inspuiten met een of ander spulletje. En al helemaal niet. Als ik dan niet begrijp wat die mRNA-methodiek is. Dus er wordt ingespoten met genetisch materiaal? Huh? Die krijgt me nou. En los daarvan, het is algemeen bekend dat de opvallende afname van besmettelijke ziektes in Nederland en ook in andere westerse landen, die afname daarvan, die was heel opmerkelijk in het begin van de eerste helft, een beetje van de 20e eeuw. En men wordt er geroepen van, ja, maar dat komt vanwege de vaccinaties dus. Ja, nee, dat roep je maar even. Maar toen men het ging onderzoeken, toen kwam men erachter dat het verdwijnen van die besmettelijke ziektes, dat had alles te maken met verbeterde leefomstandigheden, schoner drinkwater, een betere voeding, gezondere beweging, wat heb je nog meer? Minder stress. En daar komt het door. En niet door die vaccins. Want. En wat je nu ook in Amerika ziet, is dat ze... Dat is Pfizer, volgens mij, die daarmee kwam. Dat ze van plan waren om dan onderzoek te doen naar de effectiviteit van het Pfizer-vaccin. Dat is anno 2020, heb ik het over. En dat ze dan mensen die dan gevaccineerd waren, die zouden ze gaan volgen. Maar dan moet je ook eenzelfde groep hebben die ongeveer hetzelfde verdeeld is qua sociale status en andere dingen, leeftijd en geslacht. Ja, dan moet je die twee groepen gaan vergelijken. Dat je kan zeggen, nou, deze groep die denkt dat die ingespoten is met het Pfizer-vaccin. Maar dat was dat noemen ze meestal een zoutoplossing. Isotoonzout of zo noemen ze dat. Daar heb je dus echt geen last van. Dus gewoon een beetje zout water naar binnen. Ja, dat overleef je wel. En die andere groep, die krijgt daadwerkelijk het vaccin. En die onderzoekers, die mogen natuurlijk niet weten wie is. Hé. Je ziet hem wel leuk raken. Ja, spuitje nummer 13 moet in proefpersoon 167. Ja, en die persoon die de vaccin toedient, die weet dus niet of het zo isotone zoutoplossing is of een werkzaam vaccin. Zo moet je dat doen. En Pfizer heeft gezegd, van, ja, dat is immoreel.
Want dan heb je een aantal mensen en die denken dat ze gevaccineerd zijn, maar die zijn dan niet gevaccineerd. En dat kan je niet maken. Dus hebben ze de blanco groep niet meegenomen in het onderzoek. En dan gaan ze alleen maar kijken naar de effecten op de gevaccineerde mensen. Ja, dan kan je het verschil niet zien. Waarmee Pfizer dus aangeeft dat ze niet van plan zijn om de effectiviteit van dat vaccin te gaan testen. En in mijn directe omgeving zijn 3 mensen ingespoten. En alle 3 hadden ze klachten. Die gingen wel weer weg na een paar dagen. Maar ze hadden wel klachten. En waarom zou je klachten willen? Nou, daar word je gezond van. Hoe kom je naar mij? Huh? Kun je net zo goed je neven gaan drinken en dan krijg je ontzettend koppijn. Ja, gaat vanzelf weer weg. Dus heel gezond. Men neemt het maar aan dat het allemaal maar klopt. Dat bedoel ik. In goed vertrouwen. En daar is helemaal geen aanleiding voor. Er is dus geen historische reeks van gebeurtenissen waaruit gebleken is dat het wantrouwen van het volk richting de medische industrie, het heeft vele levens gekost. Nee, het is eerder andersom. Het blinde vertrouwen van het volk in de medische industrie heeft menig leven gekost. En zo is het. En niet anders. Doodsoorzaak nummer 3. Dat is verkeerde medicatie. De bijwerking, zullen we zeggen. Dat is de medische industrie. Dat gaat om heel veel geld, punt 1. En punt 2. Er zijn mensen op deze wereld en die hebben een moreel systeem van binnen. Daar word je helemaal eng van. Die mensen denken anders, zullen we maar zeggen. En dat zijn tevens de mensen met de meeste poen. En dat zijn die mensen die zitten achter de katholieke kerk. En de katholieke kerk die zit zo'n beetje overal achter. Ga me nou niet vertellen dat de katholieke kerk tegenwoordig, die heeft allemaal documenten uit toen vaardigen. Ze hebben excuses aangeboden aan iedereen. En die genocide in Kroatië, nou daar gaan ze het vet voor betalen. De normale schadevergoeding. En de genocide in Rwanda, daar gaan ze ook de wiedergutmachung voor doen. En die oorlog die de katholieken zijn begonnen in Vietnam, dat doen ze ook nog een reimbursement. Nee, dat wil ik niet. Ze schuiven Greta Thunberg naar voren. Dan kunnen we nog meer gaan betalen. How dare you? Greta Thunberg heeft de audiëntie gebracht, hè, aan de paus. Dat weet je toch wel, hè? Wel een beetje het nieuws blijven volgen. Dus er is geen enkele reden om die club te vertrouwen. Er is alle reden om die club te wantrouwen. En die coronadoden van 2020... Er was een sterftegolf in maart. Dat met week 12 tot en met week 19, week 20. Maar die sterftegolf, die was 4 keer zo steil als een griepgolf. Dus het was een ongelooflijk snel verspreidend virus. Het was ook ongelooflijk snel weer weg. En aangezien werd toen gezegd door de Nederlandse overheid, ja, er komt een verschrikkelijk virus aan en dat gaat allemaal slachtoffers vergen. En buckle up, ja, tevens, behalve dat virus wat we helemaal niet konden zien of ruiken, wat je maar moet geloven, met beelden van dode Chinezen die in één keer zo op het trottoir in elkaar zakten van de corona.
En wij maar denken, oh, dat komt straks hier ook. En dan loop je de V&D in. En dan poing, 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 poing. De een naar de ander, die haalt de kassa niet eens. Het virus, dat kon je niet zien, dat kon je niet ruiken, dat moest je maar geloven. Die sterftegolf, die volgde direct op die zondag, gevolgd door die persconferentie. Op zondag waren die maatregelen dat alle cafés dicht moesten, alle horecamers dicht. Nou, iedereen schrok zich te pletter. En die maanden daarna gaat Mark Rutte vertellen van ja, het wordt nog wel veel erger. En die gaat weer, huppakee. En toen gingen die oude mensen dood. Ja, dat kwam van het virus. Ja, of het kwam van de maatregelen. Los van het feit of er nou een coronavirus is of niet. En het antwoord is, als het de vraag is. Is er in Nederland een coronavirus zich aan het verspreiden? Dan is het antwoord ja. Het is namelijk een verkoudheidsvirus. En ik heb al maandenlang een snotneus, dus ik zal wel een of ander coronavirus hebben. Ja, dat is allemaal. Ja, ik heb een snotneus. Maar ik heb geen verhoging. En ik heb niet de hele tijd een snotneus. Dus. Dat is meer als ik in de kou kom, dan krijg ik een loopneus. Ja, heb ik van die papieren zakdoekjes bij me, dan doe ik even mijn neus snuiten. Ik heb niet het idee dat ik naar binnenkort dood ga aan mijn loopneus. Dus, waar is de grond? Om je te laten vaccineren. Tegen welk gevaar? Tegen nog meer maatregelen van het kabinet? Nou, daar helpt een vaccin niet tegen. En dan heb je nog, dat zei mijn dochter. Ik zei dus tegen mijn dochter, die is echt zo pro-vaccinatie. Hè? En testen en zo, vindt ze ook allemaal reuze leuk. En, krijgt ze aandacht of zo. En dan doe ik mee met de groep. Dus een soort herd van de kudde. Behavior. Want het is leuk om te doen wat iedereen doet. En dan zei ik tegen haar. Nou, het zou eerlijk zijn. Dat de mensen die zich laten vaccineren. En dat we dat dan precies weten wie dat dan zijn. Hè? En als dan blijkt dat die gevaccineerde mensen, dat die over 10 jaar, 15 jaar beduidend meer gezondheidszorg nodig hebben. Dat dan de ziekenfondspremie voor de gevaccineerden omhoog gaat. En dat de niet gevaccineerde mensen, dan gaat de premie omlaag. Om het weer in balans te brengen. En dat die niet gevaccineerde mensen niet hoeven mee te betalen aan de overbelasting van de zorg door al die gevaccineerde mensen met hun klachten. Ja, als dat statistisch zo blijkt, dat het aantal mensen in de ziekenhuizen, dat het bij wijze van spreken alleen maar gevaccineerde mensen zijn. En niet gevaccineerde mensen, ja, die vormen dan in tegen die tijd, zeg eens iets van 15% van de bevolking. En ze vormen maar 0,01% van de ziekenhuisbevolking. Nou, dan is het dus duidelijk dat je de gevaccineerden, die hebben dus 150 keer hogere kosten. Of zoiets, hè, dan moet je er maar precies uitrekenen. Dan doe je een schatting van. We schatten in dat het aantal gevaccineerde mensen, dat is per persoon, kost dat zoveel duizend met een marge van zoveel €100 per jaar meer. Ja, en dat hoeven die ongevaccineerde mensen niet op te hoesten. Dus dan mooi op de rekening van alle gevaccineerden met een blinde vertrouwen in de paus, in die kerk die erachter zit. Greta Thunberg. Wat how dare you? Maar wat mijn dochter zei, nou, dat is goed. Nou, dan ga ik lekker wel, of ja, en dan gaan wij, de gevaccineerden,
ook geen medelijden hebben met dat de niet-gevaccineerden niet naar een festival mogen. Of een concert. Of een voetbalwedstrijd. Nou oké, dan betalen wij wel de eigen gezondheidsschade, maar dan mogen jullie dan ook in, als je niet naar de bioscoop mag, dan vinden we dat ook niet erg hoor. Ik denk, nou, je moet wel zo beginnen. Gewoon lekker in de tegenaanval gaan. Dus ik ga de discussie ook niet aan met mensen die vaccinatiedrang hebben. Ja, die moeten dat maar lekker doen hoor. Maar ik kan je nu vertellen dat als je nu akkoord gaat, zoals veel mensen in mijn omgeving, om je 2 keer te laten injecteren, ja, dan heb je al 2 spuitjes gehad. Dan ben je er al aan gewend. En geloof me nou maar, over een tijdje, dit is de coronavariant uit Namibië. Dan beginnen ze nu al over, de Delta variant. Ja. En dat vaccin, dat wordt ingespoten in je delta-spier. Dat is in je bovenspier. Daar spuiten ze die troep in. En nu heet het dan toevallig de delta-variant. Ja, natuurlijk, Jorie. Ze verzinnen toch zo? Ze stoppen een duim in een willekeurige mond. En dan even hard op zuigen. Dan hebben we weer een andere. We hebben een coronavirus en dat is afkomstig van een kakkelak. Oh, dat was een kakkelak in Hanwu. Dat is niet Wuhan, hè? Dat zegt iedereen, maar het is een conspiratie. Nee, het is Wanhu. Dan hebben ze hele grote kakkelakken. Die waren ze dan in het kader van Jurassic Park-achtige experimenten. En ja, daar is iets misgegaan. En kijk, er ligt weer een dode Japanner. In elkaar gezakt bij de metro. En dan ga je, ja man, dan word je 4 keer per jaar ingespoten. Nee, ja. En als ze er nu mee wegkomen om een vaccin op zulke grote schaal uit te rollen, zonder dat er gekeken is of het überhaupt wel werkt. Er is niet gekeken naar de positieve effecten. Is er wel een positief effect van het Pfizer-vaccin? Zegt Pfizer zelf ook, ja, dat kunnen we niet gaan testen, dat is immoreel. Want dan moeten we een groep mensen laten geloven dat ze gevaccineerd zijn en die zijn er niet gevaccineerd. Verslagen ongetest, wordt even op de markt gezet. En bedenk goed dat Pfizer en Moderna en Johnson & Johnson, al die meuk, die zijn vrijgesteld van kwalijke gevolgen. Hè? Dus alle risico's liggen bij de burger. Dus als jij je laat vaccineren, in principe moet je dan, ik zou verwachten dat je een handtekening moet zetten, of wat staat in de, maar ergens ga jij dat contract aan, dat alle schade die het vaccin veroorzaakt, of jij het nou kan aantonen of niet, het maakt niet uit. Het is voor jouw rekening. Of liever gezegd, voor de rekening van je ziekenfonds. Van je zorgverzekeraar. Nee, levensgevaarlijk. In Amerika is het zo dat kinderen van 16 of zo, die hebben gemiddeld 72 injecties gehad. Waar ben je mee bezig? En waar houdt het op? Hoe 5 injecties per dag? Of zo? Ja, niet meer dan 2000 injecties per jaar hoor. Dan, ja, anders krijgen we toch een injectienaaldenprobleem. Ja, dus waar houdt het op? Dat is het punt. Dus het is heel gevaarlijk. Ik denk dat vaccineren gevaarlijker is dan roken. En ik ga ook geen mensen verbieden om te roken, want ik rook zelf ook. Dus ik ga niet tegen iemand zeggen, je mag je niet laten vaccineren. Je hebt je hierom gedacht, je hebt daarom gedacht. Nou, mensen moeten het zelf weten. En ja, de niet gevaccineerde mensen, die zullen moeten gaan meebetalen aan de schade van de gevaccineerden. Aan de andere kant, als het vaccin echt werkt,
Ja, dan zullen de niet-gevaccineerden bij bosjes doodgaan. En dan moeten de gevaccineerden opdraaien voor die kosten. Of wat het ook maar is. Ja. Kijk, als je zo'n medische actie met al die chemicaliën. Als je dat niet test. En toch ga je het op grote schaal toepassen. Ja, dan is de eerste grootschalige toepassing dus de eerste test. En we zullen het wel zien. Take a chance, take a chance, take a chance on me. Dat zong ABBA, toch? Dus een risico nemen. En mijn collega Erik, die had het dus laatst met mij erover. Ja, die tweede prik, die krijgt hij om 8:00 s'morgens. Op een doordeweekse dag. Dan zei hij, wat vind jij? Moet ik daarna gaan werken? Toen zei ik tegen hem, nee, dat heb ik liever niet. Want bij die eerste prik is hij 3-4 dagen... Nou, ik voel me een beetje alsof ik in de vissenkom zit. Nog één keer dat hij zei, van, je moet even terug naar het kantoor. Ik moet pijnstillers, want die schat heb ik, voel me helemaal niet goed. En Erik zei dus ook, ja, kijk, voor hetzelfde geld voel ik me nou niet goed, omdat het dan komt van het vaccin. Ja, zei, ik heb gisteravond ook 3 glazen whisky gedronken, dat kan het ook zijn. Maar ik denk, ja, 3 glazen whisky, die vent, die is net zo groot als ik. En die weegt echt wel een paar kilo meer, dus daar kunnen wel 3 whiskytjes in, denk ik. Maar die was er dus ook al benauwd voor. En ik zei onverbiddelijk tegen hem, jij blijft lekker thuis. Een vaccintje halen, lekker met de bus naar Arnhem-Zuid. En laat je dochter maar een fijne pizza voor je bakken. Toen moest hij lachen. Ja, hij knijpt hem ook. En mijn coördinator, die heeft zich ook laten inspuiten. Ja, die zei, ik wil niet het recht kwijtraken om te kunnen vliegen. De vraag is of men dat recht tot vliegen daadwerkelijk gaat verliezen als je je niet laat vaccineren. Is het wel een daadwerkelijk risico? Of wordt het opgeblazen? En aan de andere kant, ja, als je niet met het vliegtuig mag, nou, dan gaat het met de trein en de boot. Zo graag ergens naartoe wil. Nee, dus ik laat me niet vaccineren. En de andere manier om het te zeggen is dat ik heb dat vaccin niet nodig. Dus ik voel me uitstekend en ik slaap goed en ik eet goed en, mijn humeur is gelijkmatig. En, mijn werk is leuk. En, ik ben lekker aan het rommelen in huis. En, ik heb helemaal geen corona. Dus. En ik ken ook niemand die het heeft. Ik ken ook niemand die eraan dood is gegaan. Ik heb wel het verhaal gehoord van een jonge man. En die had een aangeboren hartkleppenprobleem. Dinges. Men had al gezegd, toen hij klein was, van nou, die wordt niet oud. Het is mooi als hij 20 wordt. Nou, en toen was die jongen 24 geworden. En toen ging hij dood. Maar dat was dan in maart, of april 2020. Nou, dat is wel verdrietig. Maar aan de andere kant, de vriendenkring. Die had zoiets van, nou, het is maar voorbij. Want echt een dynamisch leven had die man niet. Met zo'n raar, malfunctionerend hart. En nu was het maar voorbij. Het heeft een natuurlijke dood. Het is een aangeboren afwijking. En, ja. Ik kan moeilijk zeggen dat hij dood is gegaan aan die aangeboren afwijking. Maar die mensen worden niet zo oud. En op het overlijdingsding
bericht, document van de GGD of zo, de huisarts. Daar stond dat hij was overleden aan corona. Die vriendenkring die was daar hevig over ontstemd. Want hoe kan je dat nou zeggen? Maar dat wordt dan even zo gezegd. Het is zelfs zo dat als jij betrokken bent geweest bij een auto-ongeluk en je gaat naar de intensive care, huppeltje pup, je ligt helemaal in de prak. En dan doen ze een PCR-test op je. En ja, als je dan vervolgens doodgaat en je PCR was positief, dan ben je doodgegaan aan corona. Terwijl je in het ziekenhuis ingereden werd, je was in een auto-ongeluk betrokken geweest. Nou, alles is gebroken, een hersenschudding, inwendige bloedingen. Nee, maar we gaan dood aan corona. Want we hebben een positieve PCR-test. En de PCR-test, dat is ook zo'n grap. Dat is geen test om te bewijzen of iemand besmettelijk is. Dat kan niet. Als je hebt een auto en je denkt, ja, het lijkt wel een Mercedes. Hè? Ja. Nou, dan moet je als laatste, voordat je helemaal zeker weet of het een Mercedes is... Hè? Dan moet je even plaatsnemen achter de bestuurdersdingenstoel op de bestuurderszijde en kijken naar dat symbooltje op het stuur. En dat moet zijn een cirkeltje met de drie van die streepjes die elkaar in het midden ontmoeten. Ja, dat is de laatste toets om te kijken of het een Mercedes is. Maar je kan dat niet omdraaien. He, je kan niet zeggen, ik hoef die hele auto niet te zien hoor, ik ga gewoon even achter het stuur kijken. En als er zo'n Mercedes symbool is, is het een Mercedes. Nee, dat doe ik niet. Dus een laatste controle, als je vastgesteld hebt dat het een Mercedes is, dan check je nog even dit. Dan doe je even een PCR'tje, voor de zekerheid. Want als die PCR dan negatief is, dan weet je dat er iets niet goed zit met je diagnose. En is die positief, nou, dan was je diagnose dus niet per se fout. Het is een controle dingetje. En niet te gebruiken om te bepalen van wie van de 10 miljoen mensen besmettelijk is. Daar is dat ding niet voor bedoeld. Dus nou in de Rijnstraat hier in Arnhem is er een winkel, dat heet dan de sneltester of zo. En voor €85 krijg je een test en een, weet ik veel, testcertificaat. €85. Maar dan kan je in het vliegtuig. Nee. Ja, los van het feit dat ik... Ik sta dus niet positief tegenover vaccineren. Ik sta niet positief tegen 90% van de acties van die allopaten. Ja, want dat is het. Het is allopathie. Het is een vorm van... medische wetenschap. De legale vorm van medische wetenschap. Die legale jongens, ik heb er helemaal geen hoge pet van op. Ze ouwe hoeren maar wat. Naar mijn mening. En jij mag er anders over nadenken. Dat vind ik helemaal niet erg. En ik vind het ook niet erg als ik straks niet meer mag vliegen, of ik mag niet meer naar een concert, of ik mag niet meer naar de horeca. Of ik, dat maar niet. Ja, dat zie ik me dan wel weer. Ja? I'd rather be a poor man, a free man in my grave, than living as a puppet or a slave. Jimmy Cliff. Met The Harder They Come. Nou, reuze bedankt voor het luisteren. En ja, als je denkt van ik wil nog wat meer horen, dan moet je even gaan naar nina2020.perisever.nl. Daar heb je muziekjes. En die zijn leuk om bij af te wassen. Stofzuigen. Je kan ook stofzuigen bij de muziekjes, maar dan moet je wel een goede geluidsinstallatie hebben. Anders kom je niet boven de stofzager uit. Hey, doei, lieverds.